Oh, wat is dit gek, wat is dit gek. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn allereerste mukbang. Ik ben juf van groep 5-6 en ik doe dit nooit, echt nooit. Ik heb een soort setting gemaakt voor mezelf. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Oh, ik heb ook nog gratis gehad. Vet lekker. Ik heb hier met wasabi en krab. En dit is met ebi. Met gefrituurde garnaal. Deze heb ik dus nog nooit gehad. Die is met roomkaas en met zalm. En ik heb dus hier, ik had er eigenlijk 4 besteld, maar ik heb er 4 gratis gehad. Met sake, dacht ik, als je het zo uitspreekt, is ook met zalm. Ik mis een bakje voor de sojasaus. De eerste hap, hè, die is altijd echt zo lekker. Maar dat herkennen jullie vast wel als je ook sushi eet. Misschien moet ik de camera iets dichterbij zetten. Ja, maar dan staat hij weer heel dichtbij, denk ik. Ja, het is wel beter, hè? Ik ga als eerst die nieuwe proberen. Lekker, lekker. Mm. Mijn ouders, als ze dit überhaupt al zien, misschien wel denken, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Geloof me, dat vraag ik me ook af. Want waarom zou ik het filmen als ik sushi eet? Maar ik vind het dus zelf oprecht heel erg leuk om te kijken bij anderen. De een doet het leuker dan de ander, vind ik. Het is dus niet zo dat je er hoe dan ook goed in bent. Ja, dus ik weet niet of dit bij mij past. Maar ik dacht, weet je, als ik het nooit probeer, dan kom ik er ook niet achter. Maar ik had mezelf al voorgenomen om gewoon te doen alsof ik in een restaurant zit. Want als ik in een restaurant sushi aan het eten ben, met mijn vriend, met Sven of met vriendinnen, dan ben ik tussendoor ook aan het kletsen. Dus in dat opzicht lijkt het gewoon alsof ik met jullie in een restaurant zit. Ik vind trouwens mukbangs, als je het zo uitspreekt, zelf ook wel het leukst om te kijken als ik alleen eet of als ik me opmaak, merk ik. Mm. Dit ruikt lekker. De laatste dagen, ik heb nu mijn vakantie, en de laatste dagen koop ik best wel veel spullen. Vooral kleding, merk ik. Alleen waar ik zo tegenaan loop is dat ik telkens twijfel. Ik twijfel constant over, oké, vind ik het wel leuk? Ga ik het wel dragen? En ik had dus nu een jurkje besteld bij Azuka. Een t-shirt dress, heel erg leuk ook voor een festival. En dan twijfel ik over de maat. En dan, ik weet niet of jullie dat herkennen als je nu als meisje kijkt. En dan staat er nog bij, als je twijfelt tussen 2 maten, kies dan de kleinste maat. Wat doe ik? Ik kies de grootste. Want ik ben dan bang dat het anders niet past. Dus ik ga de stad in. En ik zie vervolgens dat ze hier in Horen ook dat merk hebben hangen. En ik heb dus eventjes hier een emmetje gepast in de stad. En ik had een L binnen gehad. En ik had al zoiets van die L is te groot. En daar kan ik dan echt zo onrustig van worden. Want dan moet ik die andere jurk weer terugsturen. En dan wil ik die andere maat weer hebben. En dan denk ik achteraf, waarom bestel ik ook online? Waarom doe ik dat? Waarom ga ik niet gewoon naar de winkel? Waarom moet ik het nou weer online doen? Dan kan ik echt boos worden op mezelf. Dat ik zoveel online doe. Hey mango. Hier is mango. Mango heeft trouwens de gave om 's nachts dit te doen. Bij de deur. Dus dan liggen wij hier. Hij hoort het ook al geluid. Hij gaat het nu bij het raam doen. Mango, hij maakt ons dus altijd wakker. Gaat hij midden in de nacht dit doen. Alleen maar dit. En hij weet dat we eruit komen. Want ik ga dat niet negeren. Want hij gaat gerust een uur door. Alleen, wie gaat eruit? Dus wat doen Sven en ik nou heel vaak? We doen alsof we slapen. Tenminste, ik doe alsof ik slaap en volgens mij doet hij dat ook. En nu hebben we afgesproken dat we om de beurt het bed uitgaan. Hé Mango? Ja. Deze doerder maakt altijd heel veel herrie 's nachts. Ja, wat moet ik nou doen? Moet ik die jurk nou terugsturen? Maar dan ook een nieuwe bestellen of alleen terugsturen? Ik weet het niet meer hoor, Mango. Ik heb goede sushi uitgekozen. Die met kaas is ook echt heel erg lekker. Gisteravond lag ik in bed te twijfelen om deze video op te nemen. Te twijfelen. Ik kan zo onzeker zijn dan. Echt waar. Nog steeds twijfel ik daarover.
gisteravond had ik zoiets van, ja, maar dat zet, weet je, maak gewoon die video en dan heb je het daarover en daarover en daarover. En toen vond ik echt serieus het een heel goed idee van mezelf om dit te gaan doen. Maar ik ben gewoon kwijt waar ik het over wilde hebben. Ik weet het niet meer. Ik gebruik trouwens nooit wasabi. Heet dat zo? Dat groene spul? Zal ik het eens proberen? Ik ga het proberen. Let op. Ik ga deze nog even nemen en dan ga ik dat proberen. Nou. Want ik merk dat ik deze heet ook wasabi met die groene, dat ik deze dus ook heel erg lekker vind. Hoe ga ik dit doen? Oké, ik doe een heel klein beetje hierop. Ik weet dus niet of dit goed is, hè. Ik zie ook wel eens mensen dit in hun sojasaus doen. Maar ja, als ik dit niet lekker vind, dan zit het al in mijn sojasaus. En dat ga ik dus precies niet doen. Oké, ik heb nu een heel klein roertje. Oh, dit vind ik spannend, hoor. Een beetje sojasaus. Hier zit de klodder. Oké. Beetje pittig, maar lekker. Ik ga het gewoon bij nog eentje doen. Ja, ik vind het niet verkeerd. Maar ik zou het nou niet helemaal in mijn sojasaus gooien. Ja, lekker. Ik zit dus nu nog steeds met dat jurkje. Ik word nu geholpen door mijn oude werk. Oh, ik zie het al. Dit gaat goed. Connecties, jongens. Wat ga ik doen? Ik ga jullie laten zien wat ik had besteld voor jurkje. Ik zou dat nou niet zo snel voor de klas dragen. Oh ja, die vraag krijg ik trouwens ook heel vaak. Of ik andere kleding draag voor de klas. Kijk, dit jurkje. Hoop dat jullie het kunnen zien. Dit jurkje heb ik besteld. Vind ik dus super leuk met een gewone panty. Of een panty met een patroon erin, boots erbij. Maar ja, dit is een jurkje boven de knie. Best wel stoer. Ik vind dat dus heel leuk om te dragen, maar ik zou dat nou nooit voor de klas dragen. Dat zou ik nooit voor kiezen. Het zou misschien wel mogen, maar ik vind het ook, ja, ik merk gewoon dat als ik op mijn werk kom en ik heb iets degelijks aan, zeg maar, wel hip, maar degelijk, dan geeft de directrice wel gewoon aan van, goh, wat zie je er leuk uit, weet je wel. En dus ik voel wel een beetje aan wat eigenlijk gewenst is en wat niet. Maar er wordt niks verboden. De camera was uitgevallen. En ik dacht dat Sven niet thuis ging eten vandaag. Maar die ging wel thuis eten vandaag. En toen had hij ineens een trein eerder vandaag. Dus ineens zat ik hier met een lege batterij en een vent die niks te eten heeft. Oh, ik ben helemaal daar. Daardoor ben ik helemaal uit die hele flow. Maar ja, we doen gewoon net alsof we niet weg geweest zijn. Wat nou het lekkere is, is dat het gewoon, ik ga nu weer opnieuw die eerste hap ervaren, zeg maar. Want ik, ja, ben even weg geweest. Sven zei als eerste, wat een leuke trui. Dat ik denk, thanks. Ik hoop trouwens niet dat jullie het douchen op de achtergrond horen van hem. Zegt hij, wat voor video ben jij aan het maken? Ik zeg, een mukbang. Wat? Ik zeg, ik ben aan het filmen hoe ik mijn sushi eet. Hij zegt, je bent niet goed in je hoofd. En het gevoel heb ik zelf ook een klein beetje. Ik ben niet goed in mijn hoofd. Ik had net op mijn Insta-story eventjes gezet dat mijn camera was uitgevallen. En dat ik ook nog steeds, echt nu nog steeds twijfel of ik dit wel online moet gaan zetten. Volgens mij heb ik het echt al 10 keer gezegd. Wel leuk, ik krijg dus reacties van kijkers via privébericht op mijn verhaal. Van, joh, dat is hartstikke leuk. En als je het nooit gedaan hebt, weet je ook niet hoe het uitpakt. Dus ja. Gaan het meemaken, dit allemaal. Wat doe jij? Mom. Jij vindt mij al raar als ik zo'n mukbang eet en dan. Exactly. Nou weet ik gewoon helemaal niet meer wat ik wilde zeggen. Ik wil iets zeggen. Oh ja, met shoppen. Ik ben de laatste tijd best wel veel aan het shoppen. Ook gewoon omdat ik leuke nieuwe dingen wil. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk best wel veel tatoeages heb. Echt wel heel erg veel. En ik krijg ook best wel vaak reacties onder video's.
op mijn Insta privéberichten van heb je daar nooit last van? Want je bent juf en je hebt best wel veel tattoos. En ik heb sinds kort ook een nieuwe roos op mijn arm. Ik laat hem wel even zien. Deze. En ik moet je wel zeggen dat ik, als ik weet dat er gezinnen langskomen op school die een rondleiding krijgen of zo. Dus kinderen die 2 of 3 jaar zijn of die bijna 4 zijn en die zich dus nog moeten inschrijven op een school. Meestal krijgen wij dat van tevoren wel te horen. En ik merk wel dat ik dan bewust iets aantrek met een jasje. Dat als het heel warm is, dat ik op het moment dat het gezin komt, dat ik een jasje aan kan trekken. Dat hoeft niet, hè. Dat doe ik zelf. Heel veel ouders en kinderen zien het volgens mij niet eens meer, in ieder geval. En ik heb er nog nooit rare reacties op gehad. Nog nooit. Ook niet op mijn vlogger. Het is natuurlijk best een rare combi, hè. Je ziet het niet snel. Een vloggende juf die best wel veel tatoeages heeft. Dat zie je gewoon niet snel. Dus ik moet je zeggen, ik vind het ook best wel vaak wel heel spannend om dan helemaal om dit soort nieuwe dingen te doen. Ik vind die gefrituurde granaal trouwens wel lekkerder dan die met kaas. Ik heb nu een nieuwe video erop gezet. Een ochtendroutine. En in het begin had ik zoiets van, ja, maar wat vinden mensen daar nou leuk aan? En toen ging ik hem maken. En toen dacht ik, nou, best leuk. Heb ik ook ochtendroutines van anderen gekeken. Ook wel heel erg leuk. Ik merk dus dat die ochtendroutine video ontzettend goed bekeken wordt. Veel beter dan een weekendvlog waar ik echt veel langer mee bezig ben. Maar ja, dat heb ik ook al een aantal keer gezegd. Weet je, ik vind het gewoon heel erg leuk om naast die juffenvlogs wel ook gewoon andere video's te maken. Alleen, wat mij gewoon heel erg tegenhoudt is angst dat mensen het niet leuk vinden. En in dit geval met deze video is het gewoon dat ik heel erg bang ben dat vooral de mensen in mijn omgeving mij gewoon raar vinden. En dan heb ik het over mijn vriend. Nou ja, dat vindt hij ook, want dat zegt hij net zelf. Mijn ouders, mijn familie, mijn vriendinnen. Vooral als je kijkt, ik heb echt het gevoel dat ze allemaal denken, wat ben je aan het doen? Maar weet je, ik vind dit gewoon super leuk. Dus. En ik vind die wasabi echt vet lekker. Ja, maar niet op alle. Die met roomkaas moet je gewoon echt vet goed in de soja dopen. En die andere mag wel goed wasabi op. En die met gefrituurde granaal moet je gewoon ook alleen in de soja doen. Echt een heel sterk verhaal dit. Nu is het woensdag. En we hebben nu nog deze week vakantie. En dan is de meivakantie voorbij. En dan hebben we gewoon nog maar 10 weken. En dan is het alweer zomervakantie. Het gaat zo snel, dat is niet normaal. Vlieg voorbij. Gaat zo snel zo'n schooljaar. Echt. Ik merk wel, doordat mijn camera was uitgevallen, dat ik nu veel meer op kan. Normaal ga ik dan in één keer heel snel alles opeten. En nu heb ik gewoon een pauze gehad van 1,5 uur. Ik weet trouwens al welke klas ik volgend jaar krijg. Volgens mij is het 99,9% zeker. En ik mag alleen nog niks zeggen. Of het dus hetzelfde is of wat anders. Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik ben trouwens, dat was de eergisteren. Ik had kikkervisjes in de klas. En ik heb zelfs ook met de onderwijsassistent die daar nu werkt. Die heeft ze eten gegeven. Maar ze hebben het niet overleefd. Dus ik heb eventjes eergisteren de bak schoongemaakt. En het stonk. Ik snap niet dat ik dit nooit eerder heb gedaan. Ik heb trouwens Sven zover gekregen dat hij een A versus B merk video met mij gaat opnemen. Maar hij vindt dus dat dat zonder blinddoek moet. Maar ik vind dat als je zo'n video opneemt en je gaat proeven, moet je een blinddoek op. Laat even weten, als we dat gaan doen, moet degene die gaat proeven een blinddoek op, ja of nee? Ik bestel trouwens nooit zo'n handrol. Ik vind daar dus niks aan. En die enkele stukjes, die nigiri heet het volgens mij, vind ik ook niks aan. Soms heb ik nog wel sojabonen erbij, maar niet altijd. Ik vind dat meestal een beetje veel in je eentje. Dus als ik bijvoorbeeld echt met Sven sushi bestel, dan vind ik het nog wel lekker om samen een bakje te delen, maar in mijn eentje gewoon echt niet.
Maar we vinden veel te veel. Wij gaan vrijdag een weekendje naar Valkenburg. En daarna begint school weer. En ik heb gewoon in alles zin. Ik heb zin in het weekendje. Ook zin om weer een nieuwe serie te beginnen. Ik heb een serie gekeken. En die heb ik dus net vandaag afgekeken. En die heet Chambers, volgens mij. Het gaat over een harttransplantatie. Meer zeg ik niet. Nou, even. Wat is dat een vage serie. Het is bizar. Vooral de laatste aflevering dacht ik echt, waar kijk ik naar? In hemelsnaam, wat is dit? Een hele rare serie. Ik vond die horrorserie, The Haunting, nog wat, vond ik heel goed. The Sinner vond ik heel goed. Ik heb zoveel series gekeken, dat is niet normaal. Zal ik ze eens opnoemen? Ik neem even dit stukje. Mijn laatste hap, oh nee! Ik pak het er even bij, die series. Ik schrijf namelijk op in mijn bullet journal. Dit wil ik nog even vertellen, want misschien hebben jullie nog tips voor mij. Ik heb in mijn bullet journal een Netflix tracker. En ik heb de volgende series gekeken. Ik ga het ook zeggen als ik het niet heb afgekeken. Ik doe eerst wel alles wat ik heb afgekeken. Dark, La Forêt, The Returned, Mokro Mafia, The Sinner, The Haunting of Hill House, die bedoel ik. 13 Reasons Why, The Handmaid's Tale, L'Amante, Prison Break, La Casa de Papel, The Walking Dead, The End of the World, dan Somewhere Between, You, Hannibal, Dirty John, Lost, Russian Doll, Stranger Things, You've Been Tagged, Black Mirror, Somewhere Between. En die ik dus net vandaag af heb, Chambers, die heb ik allemaal afgekeken. Wat heb ik niet afgekeken? Pretty Little Liars, Orphan Black, Orange is the New Black, Teen Wolf en The Missing. Die heb ik niet afgekeken. Pretty Little Liars vond ik zo langdradig. Dat ik het niet heb afgekeken. Ik werd er helemaal gek van. Ik vond het echt super leuk. Helemaal die eerste aflevering dacht ik gelijk, ja, dit is het. Dit is mijn serie, maar nee. Dus heb je nog tips voor leuke series voor mij? Laat het even weten. Mijn sushi is helemaal op. Dat betekent dat ik dit allemaal hierin ga doen. Dus ze hebben een folder erin gedaan. Wow, ze hebben echt heel veel locaties trouwens. Ik ben zo benieuwd wat jullie hiervan vinden. En of jullie dit leuk vinden om te zien als ik dit doe. Ik kan het ook een keer bij de McDonald's doen hoor. Misschien wel met een vriendin. Dat kan ook. Heb ik trouwens al een keer gedaan. Alleen toen heette het nog geen mukbang. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dat is echt mijn vijfde vlog of zo. Dat is wel grappig om terug te zien. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video.